Ernesto Hoost, 11 juli 1965. Dus ja, en dan zie ik geen Horen, maar Heemskerk of Heemstede. Waar ben je geboren? Heemskerk. Hoe is het gekomen dat jullie in Heemskerk zijn beland? Ja, ik zei het zeggen. Toen ik jonger was, toen had ik iets van waarom ben ik niet in Suriname geboren? Want heel veel, ik groeide op in Zaandam. Tot mijn 8e heb ik in Zaandam gewoond. En daarna, waar in Zaandam? In Poelenburg. En daarna dus naar Horen. Maar zeker in Zaandam was het zo dat de meeste kinderen van mijn leeftijd waren in Suriname geboren. En ik was in Nederland geboren. Dus dat, ja, en dan later ook wel, weet je, daar hoorde je er toch niet helemaal bij, weet je wel. Dan was je een soort van bounty of zo. Zwart van buiten, wit van binnen, zoiets. Nou, dus vroeger zei ik, loog ik er ook over, zei ik gewoon dat ik in Suriname geboren was. En ja, inmiddels interesseert het me niet zoveel meer. En zeker als ik gewoon kijk wat ik bereikt heb in mijn leven, maakt het ook helemaal geen reet uit om het zo maar te zeggen waar ik geboren ben. Maar ja, vroeger was het wel voor mij wel een issue. Nou, goed dat je ouders misschien naar Nederland zijn gegaan in die tijd. Want als ze naar 74 zaten, zaten ze ook financieel nu waarschijnlijk moeilijker vanwege de AOW. En dat is gelukkig. Misschien wordt dat gelijk getrokken, maar dat is tezijde, dat heeft niks met jou te maken. Ome Henk woonde ook in Poelenburg. Er woonde meer familie van jullie in Zaandam, hè? Nog steeds. Zaandam is toch nog steeds wel een hostkolonie, om het zo maar te zeggen. Zoals ik, wij zijn hier naartoe gekomen en er zijn andere mensen weggegaan. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die nog in Zaandam wonen. Ik denk dat nog steeds het grootste deel van de hoofdfamilie in Zaandam woont, in Nederland. Ook nog een oom naar Enkhuizen, geloof ik, gegaan. Want zijn dochter is ooit Miss Holland geweest. Ja, dat klopt. Die woont in Enkhuizen, inderdaad. Dus ja, en die woont ook in Poelenburg, in Zaandam. Ja. Nou, Ernesto die groeide op in Horen. En ja, hoe kwam hij eigenlijk in contact met de vechtsport? Ja, ik ben begonnen in Zaandam al met voetbal. Bij welke club? In Zaandam bij VV Zaanstad, geloof ik, heette het. Het was eerst Odis. En Odis werd, dat werd toen FC Zaanstad, ja. Dat werd VV of FC Zaanstad, ja, zoiets. Dat staat me nog wat iets van bij. Alle clubs bestaan niet meer van die naam, hoor. Alleen er is weer een nieuwe club opgericht. Met een fusieplan met Zilvermeeuwen, ZFC, ZVV. En dat heet nu ook FC Zaanstad. Ja, dat zal best wel. Ik weet het nog ongeveer bij dezelfde complex is. Want ik kom daar wel eens nog. En dat is ook wel weer grappig. Want ik weet nog hoe ik vanaf mijn huis liep vaak. Over het kippenbruggetje naar het veld van Zaanstad. Want daar zat ook ZVV. Ja. Ja, al die clubs. ZVV zat daar in Zaanstad, zat daar nog eentje? Ja, een korfbalclub. Oké, nou goed, dat weet ik niet meer precies. Maar ja, goed. Van daaruit naar Horen gegaan. En hier eerst begonnen met voetbal ook. Welke club? Bij Always Forward. En daarna, na een jaar of, ik denk, een jaar of 15 was ik denk ik, toen ik kickboksen kwam. In Horen. Ik wilde het al eerder, want ik had daarvan gehoord. En het woord kickboksen klonk zo dynamisch dat ik iets had van, hey, dat wil ik wel doen. Maar ja, dat moest voor naar Amsterdam. En daar was ik te jong voor. En toen het in Horen kwam, toen mocht ik gaan kickboksen. Dus vanaf mijn 15e ben ik begonnen met kickboksen. Had je nog een andere bokser, maar niet een kickbokser? Dat was Ronald Vos. Had je daar toen al contacten mee? Ja, eerst was het John Vos, zijn broer. En zijn broer, want die, ik kan me nog wel herinneren dat ik daar met hem trainde en zo. Dat hij het helemaal heel erg moeilijk maakte. Natuurlijk, want ik was een kickbokser, geen bokser. En ik mocht alleen boksen met hem. Dus het was wel frustrerend. Want John was toen al, ik geloof, tweede van Nederland of zo. En later volgde zijn broer. Welk gewicht? Ja, dat weet ik niet meer precies. Ik denk iets van, het zal rond de 70, 75 kilo geweest zijn. Een zwaarwelter. Je weet het beter dan ik. Dat zal wel. In ieder geval,
Heb ik met hem getraind en later inderdaad ook nog met zijn broer Ronald heb ik ook nog wel getraind hier in Hoorn. En ik heb daar wel veel van opgestoken. En zeker wat ik zeg van die keer dat ik met John moest vechten, dat was best wel lang. Ik moest 5 minuten lang met hem boksen. Ik was geloof ik 16 of zo of 17. Hij was toch al een volwassen man. En hij heeft het me heel erg moeilijk gemaakt. De tranen stonden echt in mijn ogen. Maar ik had iets van, ik ga niet opgeven. Ik moest 5 minuten doen, ik heb het afgemaakt. En af en toe sterretjes? Nee, ik heb geen sterretjes. Dat viel op zich wel mee. Maar het was wel heel zwaar. En ik weet, toen we klaar waren, toen draaide ik me af, want ik moest huilen. En hij klopte op mijn schouder van goed gedaan. Dus, maar ik dacht, ja, ik wil dat je mijn tranen ziet, weet je wel. Maar ik was gewoon... Want er was een andere jongen die dat ook 5 minuten met hem moest. Maar die hield het niet vol. En ik wel. En als ik ook achteraf terugkijk, denk ik van... Dat daar al wel te zien was dat ik wel de juiste mentaliteit had voor mijn sport. Ja, incasseringsvermogen is ook heel erg belangrijk, hè? Nou, het is niet zozeer incasseringsvermogen. Het is meer mentaliteit. Weet je, natuurlijk moet je incasseren. Als je knock-out gaat, ga je knock-out. Daar kan je niet zoveel aan doen. Dus dat wat incasseringsvermogen betreft, maakt dat niet uit. Maar als iemand je echt pijn doet, en zoveel pijn dat je eigenlijk het liefst wil opgeven, maar je gaat toch door, dat is dan wat je daar laat zien. Okay, die periode heb je dan doorgemaakt. Er ging dan in ieder geval kickboksen. En kickboksen deed je dan in Amsterdam? Of was er toen alle club in Hoorn ook? Nee, ik ben begonnen in Hoorn. Daarom ik trainde met Ronald. Met Ronald en John train ik in Hoorn. Dus op mijn 15e ben ik in de opgang. Had mijn trainer een... Wie was de trainer? Tom Vriend van Sokudo. Sokudo Gym. Die had een zaal gehuurd. Waar hij dus les gaf. 1 keer in de week. Nou, op een gegeven moment, dat werd zo populair dat hij besloten heeft om zelf een gym te beginnen. Nou, dat is geloof ik van in 83 of zo. Is die gym begonnen hier zo in de Lelystraat. Dat was best wel een succes. Ja, want er kwamen toen ook dames die gingen kickboksen. Het werd een beetje populairder ook in Hoorn. Er waren toch wat mensen die ook wat nationaal in ieder geval wat titels behaalden. Dat is wel een flink stuk later. Kijk, ik ben... Ik heb tot 1987, ik ben in 81 begonnen. Ik ben tot 87 heb ik in Hoorn getraind. Ik denk dat ik was toen echt wel de vaandeldrager van de club. Omdat ik al richting het hoogste niveau ging. En de dames en andere vechters die kwamen eigenlijk daarna. Toen ging je waarschijnlijk toch naar Hoorn om toch een stapje hoger. Ging je wel naar Amsterdam om daar te gaan trainen. En wie was toen je trainer? Ja, ik ging naar Amsterdam omdat ik het gevoel had dat ik aan mijn tak zat. Dat ik alles al kon. En dat was bijna niet mogelijk. Dus ik had iets van... misschien moet ik mijn vleugels uitspreiden en verder kijken. Dus zo kwam ik in Amsterdam terecht. Bij Vos Gym. Bij Johan Vos. En op zich was dat heel succesvol. Omdat ik dat het begin was van een grote carrière. Ja, en toen begon het eerste kampioenschap waarschijnlijk van het kampioenschap van Nederland. Die won je. Tegen wie vocht je toen? Toen vocht ik tegen Kenneth Plak. En Kenneth is niet zo bekend. Zijn dochter is een stuk bekender, want die speelt in het nationale volleybalteam. Celeste Plak. Ik kende hem wel, want hij was ook wel een goede vechter. Ik had hem al een paar keer zien vechten, ook als ik naar wedstrijden ging kijken. Dus voor mij was dat wel ook wel een spannende wedstrijd, omdat hij veel meer ervaren was dan ik. Dus, dat ging goed. En ik won op punten. Zo maakte ik eigenlijk, begon ik mijn naam te maken. Trainen en nog eens trainen en dan gewoon op gewicht blijven, of telde dat niet zo mee bij het kickboksen? Ja,
dat telt nog steeds bij het kickboksen. Je hebt gewoon, net als bij boksen, heb je gewoon gewichtsklassen. En in die tijd was ik middengewicht of zo, geloof ik, tot 75 kilo. Dus ja, je moest altijd zorgen dat je dat gewicht haalt. En nou ja, dat was toen geen enkel probleem. Tegenwoordig is het een ander verhaal. Maar toen was dat niet zo'n probleem. Bij de boksen hebben ze dan gordels. Hadden ze dat ook bij het kickboksen? Ja. Ik heb een heleboel gordels in mijn huis. Dus ja, dat is ook bij kickboksen. Oké. Nou, dan ga je naar het buitenland. Wat was het eerste kampioenschap wat je haalde in het buitenland? Was dat Europees kampioen of wel gelijk al een wereldkampioen? Nee, ik werd eerst Europees kampioen. Dat was in Frankrijk. Tegen wie? Even denken hoor. Nee. De eerste keer dat ik Europees kampioen werd, dat was in Nederland, in Arnhem. In de Rijnhal, geloof ik. Ook een mekka van boksen, hè? In Arnhem. Nee, weet ik eigenlijk niet zo. Maar in ieder geval, ik vocht daar en dat was wel bijzonder. Dat was in 1988. En ik vocht iets van 8 mei of zo was het. Vocht ik voor die Europese titel tegen een Belg. Die won ik op punten. Toen moest ik 8 dagen later moest ik een andere discipline. Safat, Frans boksen, iets andere stijl. En werd ik ook Europees kampioen. En toen moest ik weer 3 weken later of zo, moest ik weer een andere vechtstijl, full contact. Dat is dat je zonder dat je niet naar benen mag trappen en ook niet mag knieën en zo. En daar werd ik ook Europees kampioen. En dus daar was ik wel heel trots op. Dus in 5 weken tijd was ik 3 keer Europees kampioen geworden. Tegenwoordig kan je dat niet meer bedenken. Kan ik me dat niet meer bedenken, dat ik in 5 weken 3 wedstrijden vecht. Maar in verschillende stijlen. In verschillende stijlen, ja. Precies. Maar dan nog, tegenwoordig, dat kan gewoon niet. Weet je, het mag ook niet. Weet je wel, want mocht je knock-out gaan, dan mag je zoveel weken of zoveel maanden mag je officieel niet vechten. Dus een organisatie gaat natuurlijk niet het risico nemen om dat te doen terwijl ze jou gecontracteerd hebben en je nog een wedstrijd ervoor hebt. Dus dat gebeurt niet meer. Nou, en toen, toen ging het verder. Dan praat ik denk ik over 2003 of zo. Dat je eerder al naar Japan ging. Nee, ik ging veel eerder naar Japan. Ik ging in 1993 ging ik voor het eerst naar Japan. Ik had begrepen dat er een toernooi was. Een toernooi van 8 man. Waarbij max, 8 man verdeeld in 2 pools. Waarbij je dus als je verloor lag je eruit. Als je won ging je een ronde verder. Nou, dat betekent dus dat je maximaal 3 wedstrijden zou vechten. Kwartfinale, halffinale, finale. Nou, ik kwam... Ik vond het wel spannend. Omdat ik na mijn wedstrijden altijd blessures had. En ik had iets van, ja, nu heb ik dus... Ik heb nu een blessure na mijn wedstrijd. Maar wat nou als ik daarna meteen weer een wedstrijd moet doen? Weet je, dus dat was best wel spannend. Maar ik had iets van, nou, het is ook wel... Maar die anderen toch ook? Ja, maar ik denk aan mezelf. Ik kijk niet naar een ander wat dat betreft. Ik kijk wat dat betreft alleen maar naar mezelf. En of die andere wel of niet last heeft, dat weet ik niet. Weet je, daar stond ik nooit zo bij stil. Dus dat was gewoon spannend. En dat bleek ook zo. Want wat ik wil zeggen is dat ik altijd blessures had na de wedstrijd. Meestal aan mijn schenen, weet je. Als je een bot op bot getrapt had of zo, dan deed je schenenpijn. Nu moest je dus dat misschien wel 3 keer doen. Nou ja, voor mij, ik had de pech dat ik mijn eerste wedstrijd mocht ik meteen tegen Peter Aerts. Ik weet niet of je Peter Aerts kent. Maar Peter, Nederlander. Precies, ook een meervoudig K1 winnaar. Nou, was al een lekker begin. Was een pittige partij. Waarbij ik een blessure opliep aan mijn rechterhand. Daarna moest ik tegen Maurice Smith, een hele goede Amerikaanse vechter. Waarbij ik blessure opliep aan mijn rechter scheenbeen. En toen, dat was echt heel lullig. Ik kwam terug naar de kleedkamer, ik deed mijn handschoen uit. Nou, ik zat misschien 5,
minuten of 10 minuten in de kleedkamer. Of toen kreeg ik alweer nieuwe handschoenen. Toen moest ik alweer vechten. Het sloeg echt nergens op. Ik had echt veel te weinig tijd om bij te komen. Om mijn blessures een beetje te verzorgen. Nou ja, goed. Dus toen moest ik in de finale tegen Branko Sikatic. Waar ik al eerder van had gewonnen hier in Amsterdam. Maar die had twee simpele wedstrijden gehad. Die had zich nauwelijks uitgesloofd. Ik had al bijna 6 ronden in de ring gestaan. Dus dat was echt een verschil. En toen verloor ik. Ik was niet goed geconcentreerd. Hij sloeg me knock-out. En toen had ik iets van, dit gaat mij nooit meer overkomen. Als ik in de finale kom, ga ik hem ook winnen. Ik heb daarna 8 finales nog gevochten. Ik heb ze alle 8 gewonnen. En 4 keer wereldkampioen. Nou, ik wil wel kijken, wereldkampioen, weet je. Ik ben zo zelf niet zo heel erg bezig met wereldkampioen, weet je wel. Want ik bedoel, toen ik, wanneer was dat? In 1989 in Frankrijk vocht, Savat, werd ik wereldkampioen. Toen ik een jaar later tegen die Branko vocht. Nee, hetzelfde jaar in tegen Branko vocht. Was het ook voor een wereldtitel. Weet je, ik bedoel, in kickboksen worden er te veel wereldtitels uitgedeeld. Dus dat interesseert me niet zo. Die K1, dat was eigenlijk die 8 finales, dat was belangrijker. Precies, toen K1 kwam, wat dat was een ander verhaal. Want K1 vocht je 3 wedstrijden op 1 avond tegen de top van de wereld. Dat was gewoon geselecteerd, zeg maar. Dus als je die K1 won, dan was je echt wel kampioen. Dus dat is voor mij wel echt, al die titels die ik daar heb gehaald, al de toernooien die ik heb gewonnen. Die zijn gewoon, dat waren gewoon echte titels. Ja. Dat jongetje wat gevoetbald heeft bij Albers Voorwaard, wat dan K1 en Hollandia misschien nog. Wat in K1, wat die dus dan, die K1 titels, daar zijn er dan 4 behaald. Maar ging je daar alleen heen of wie nam je dan mee als begeleider? Nou, gewoon mijn trainer. Wie was die trainer? Johan Vos. Nee, Johan Vos. John Foster was degene die al met dat boksen in oren in aanraking kwam. Sorry. Ik ben in 81 begonnen. Ik ben in 1987 ben ik naar Amsterdam gegaan. Toen kwam ik bij Johan Vos terecht. En daar heb ik mijn grootste successen gehaald. Hoe lang ben je nou doorgegaan? Ik ben gestopt. 45 was volgens mij. Nee, ik ben gestopt op mijn 41ste. In 2006. En toen heb ik in 2013, op mijn 48ste, 49ste, 48ste, heb ik nog 2 wedstrijden gedaan. Mr. Perfect werd je genoemd. En nog steeds. En dat, je hebt ook, iemand heeft daar een boek over geschreven. Dat boek wordt veel gelezen door mensen van het Nederlands elftal. En toen ben je naar de Schiphol gegaan. Heb je dat boek aangeboden en gesigneerd voor de spelers van het Nederlands team toen ze naar Brazilië gingen? Ja, dat was Jens Oldekalter die dat boek heeft geschreven. Die kwam met het idee om daar naartoe te gaan en om dat aan die jongens aan te bieden. Kijk, het was een leuke stunt, maar ik was er verder niet zo heel erg van onder de indruk. Ik vond het leuk om die jongens te zien. En sommige jongens kende ik al, sommige jongens kenden mij, weet je. Dus dat was wel grappig. Maar verder vond ik dat. Ja, Wijnaldum kende je, geloof ik, persoonlijk, hè? Nee, Van Bronckhorst. Wijnaldum kende ik niet. Wijnaldum kende mij wel, maar Van Bronckhorst kende ik wel. En hij was er nog meer in dat team. Ben ik even kwijt. Jongetjes van de Boer, volgens mij? Ja, die jongens van de Boer, kijk, ik weet, ze wonen in boven Karspel in de buurt van mijn oom. Maar op zich kende ik die niet, weet je. Ik bedoel, Ronald heeft een keer een prijs voor me uitgereikt toen ik sportman van het jaar werd of zo. Hier zo een sportman van het jaar van West-Friesland. Dus toen reikte hij de prijs uit. Frank heb ik nooit echt. Ja, Frank heb ik ook wel ontmoet later. Maar Frank wist niet echt wie ik was. Maakt verder ook niet uit. Dat hebben die voetballers wel vaker. En, maar Ronald, dat is wel grappig. Want Ronald kwam ik dan jaren later weer tegen. En toen was het echt wel weer een soort van oude jongens krentenbrood. Dat was wel grappig. 2006 gestopt. En je had ook wat toch wel opmerkingen op de pers. Hè? Want de landelijke pers.
En behouden ze de Telegraaf en misschien ook het Algemeen Dagblad. Maar de NPO en zeker NOS Sport heeft geloof ik maar één keer iets gedaan in een uitzending. Ja, dat was toen. Weet je, kijk, ik zie de dingen nou wel genuanceerder. Maar ja, ik vond het wel jammer dat met name de publieke tv niet zo geïnteresseerd was in ons. Op een gegeven moment zijn we bij Veronica, bij RTL gekomen. Maar gewoon Nederland 1 ben ik uiteindelijk ook wel eens een keertje gekomen in het sportjournaal, geloof ik. Maar dat viel gewoon tegen. En nog steeds. En dat, ik bedoel, ja, als je kan voetballen is het allemaal leuk en aardig. Of handballen of weet ik veel wat. Maar als je kan kickboksen, Rico Verhoeven, ja, die heeft wel het geluk dat hij kan teren op de successen van jou. Successen van onder andere ik, van de jongens van voor zijn generatie. En zo werkt het ook een beetje. En dat is jammer, maar zo is het nou eenmaal. Weet je. Ik heb het al lang geaccepteerd. En daar moet je verder ook niet zo heel erg over gaan zeuren. Zo was het toen. En het is nog steeds niet 100%, maar het is al een stuk beter. We staan hier bij de Hoofdtoren in Hoorn. Dat is echt een oud Hoorn, de haven. Die heb ik bewust gekozen, want ja, je bent in Japan geweest. En ik in 2000 dus, waren er, ik geloof, 350 of 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Die zijn van deze haven uit zijn ze naar Japan gevaren. En hebben daar dus betrekkingen aan aangetrokken. Ja, in verband met, volgens mij met serviesgoed, geloof ik. Dat weet ik niet meer hoe het precies was. Maar in ieder geval, werd het vanaf dat moment was er dus een band tussen Nederland en Japan. Ja, dat is gewoon leuk. En dus ja, toen in 2000 dus horen ze koek kopen in Nagasaki in Japan. Ja, in Nagasaki, dat was wel heel bijzonder, ja. In het feit dat ze dit hebben nagebouwd. En ja, dat is gewoon bijzonder. Vooral een Horenees die dan, althans niet geboren Horenees, maar een lang levende Horenees, toch? Je bent nu Horenees. En dan horen ze koek eten. Ja, dat was heel grappig. Ik had dat gekocht, weet je. Want dat was wel heel bijzonder. Ik bedoel, ik heb het in Horen nooit gekocht, maar in Japan heb ik het wel gekocht. Dus dat was wel grappig, ja. Okay. Ja. carrière gestopt. Wat doe je nu op het ogenblik? Behouders, want je hebt ook nog in de gevangenis gewerkt, geloof ik, hè? Nee, ik heb gewerkt met alternatief gestrafte jongeren. Niet in de gevangenis, maar in een soort alternatieve sanctie voor de jongens. Waarbij ze dus niet intern waren, maar gewoon elke dag daar naartoe kwamen. En onder andere sport deden. Sport was niet het enige, want ze moesten gewoon ook huishoudelijke dingen doen. En handvaardigheid en nou ja, al dat soort dingen. We gingen één keer in de drie maanden op kamp. Meestal in België, soms in Friesland. Ja, en dat was wel een hele interessante periode. Ook wel mooi om dat te hebben meegemaakt. En ook om goed om te weten dat als ik soms jongens nog tegenkom, jongens, mannen inmiddels, die me soms ook bedanken van hey, bedankt tof dat je, want je hebt me wel op het goede spoor geleid. En aan de andere kant ook wel jongens die hele grote jongens aan de andere kant van de medaille zijn geworden. Maar en met sommige jongens heb ik ook nog wel eens contact. Die jongens die het heel goed gedaan hebben. Eén jongen is chef-kok. Die werkt in een sterrenrestaurant. Nou ja, het is gewoon toch wel een succes voor hem. Waar ik misschien een paar procent ook deel in heb. Dan doe je nog wat andere zaken op het ogenblik. Je traint ook nog mensen of doe je alleen maar clinics? Want je doet ook nog wel bijeenkomsten.
Nou, ik geef presentaties over mijn carrière, over mijn loopbaan. Vertel ik wel dingen. Dat is heel leuk om te doen. Daarnaast train ik met Santino Verbeek. En Santino is een ja, ik wil eigenlijk niet eens meer zeggen talent, want hij is al 24. Je kandidaat stond voor Horens sportverkiezing. Klopt, die train ik. En hij heeft een contract kunnen bemachtigen. Dat is ook wel deels omdat ik zijn trainer ben. Enige trots? Ja, tuurlijk ben ik daar trots op. Maar ik doe het niet alleen hoor. Maar het is wel zo dat er bij mij aangeklopt werd van... Hey, we hebben gehoord dat je een leuke vechter hebt. Wil die bij onze organisatie vechten. Die organisatie heet ONE FC. En is groot in Azië vooral. En dat is nu de grootste kickboxorganisatie. Dus het is wel fijn dat hij daar een contract heeft. We staan nu in Horen. Als hier nou Japanners hadden gelopen, dan had je niet veilig gestaan volgens mij. Hè? Hartstikke veilig gestaan. Maar dan hadden ze keurig gewacht tot jij klaar was. En dan hadden ze aan mij gevraagd, are you Mr. Host? En dan had ik gezegd ja. En dan was het, can you make a picture? Of zoiets. Of in het Japans. Want mijn Japans is enigszins oké. Hadden ze dat dan gevraagd. En nou, dat was prima geweest. Het is heel grappig toen ik een lintje kreeg van de koningin nog. Die dag, dat was vlak hier in de buurt. Toen was er dus een delegatie of een groep Japanners hier op excursie of zo. Die toevallig dat moment langskwam. Dat was echt heel leuk. Weet je, want kijk, ook in Japan weet men natuurlijk dat ze vanuit de eerste in Nederland vanuit Horen weg zijn gegaan. En dus het komt wel eens voor dat er groepjes Japanners hier naartoe komen. Dus dat is wel grappig. Je bent nu 55, vader, getrouwd. Hoeveel kinderen? Ik heb 3 kinderen. Niet getrouwd? Ik ben gescheiden. Dat kan gebeuren. Ja, dat is duidelijk. Ik ben niet de enige. Nee, ik heb 3 kinderen die allemaal geen kickboksen doen. En wat ik allemaal prima vind. Welke sport doen zij? En is het overal, zijn het meiden, jongens? Ik heb 2 zoons en een dochter. Jonge meisje, jongen. Mijn oudste zoon, die tennist. Mijn jongste zoon voetbalt. Mijn dochter... Wie voetbalt hij? Bij OS Voorwaard. In de jeugd? In de jeugd, ja. Die is 14. En mijn dochter die fitness nu alleen en danst. Wat voor dans? Ja, de disco-achtige toestanden. Trotse vader van 3 kinderen. Had je een Nederlandse vrouw of had je een vrouw van Surinaamse afkomst? De moeder van mijn kinderen is Nederlands. Dus je hebt hele mooie kinderen? Nou, als de moeder van mijn kinderen niet Nederlands was geweest, had ik ook mooie kinderen gehad. Dus, halfbloedjes zijn toch altijd, hebben toch altijd een beetje een mooier uiterlijk? Dat is jouw mening. Dat, ik ben blij. Zeggen ze vaak hoor, dat ze mooie kinderen zijn. Nou ja, ik ben blij met mijn kinderen. En of de kinderen nou een donker waren geweest of lichter, dat maakt niet uit. Het zijn mijn kinderen, dus ik ben hartstikke trots op ze. En omdat ze mijn kinderen zijn, vind ik ze sowieso mooi.